Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nu, mijn vraag sluit eigenlijk mooi aan op die van... Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dieren, Welzijn en Vlaamse Rand, over de organisatie van nieuwe professionele bacheloropleidingen in Limburg. Collega Bekkers. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nu, mijn vraag sluit eigenlijk mooi aan op die van collega Ronse. Juist, in Limburg is de conjunctuur niet goed. Hè. We hebben historische problemen, zoals de mijnsluitingen en Fort Genk, maar ook corona heeft er voor veel bijkomende werkloosheid gezorgd. En wat kan ons helpen? Inderdaad, dat is onderwijs, meer opleidingen. En daar knelt in Limburg nu eenmaal het schoentje. Ik heb hier vorig jaar al de ongelijke behandeling van de U Hasselt aangeklaagd. En ik kom hier vandaag weer omdat Limburg gediscrimineerd wordt. In Limburg worden 23 professionele bachelors aangeboden. En als we dat vergelijken met het Vlaams gemiddelde, dat is 42. Dus in Limburg worden slechts de helft van de professionele bachelors aangeboden in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Bovendien zijn onze studenten ook de armste studenten van Vlaanderen. Hebben een heel slecht uitgebouwd openbaar vervoer. En hebben dus ook een heel klein aanbod aan onze hogescholen. Dat zorgt ervoor dat onze Limburgse studenten onderwijskansen worden ontzegd, waardoor ze ook in andere provincies moeten gaan studeren. Slechts 60% van de Limburgse studenten blijft in Limburg. En die studenten die vertrekken, die blijven ook vaak in die andere provincies hangen. En dat is natuurlijk heel slecht voor onze economie, want ze hebben juist die hoogopgeleide studenten nodig in Limburg om onze economie terug op gang te trekken. Nu, de PXL en de UCLL, twee Limburgse hogescholen, hadden dan ook een heel aantal aanvragen ingediend om nieuwe professionele bachelors te mogen organiseren. Maar spijtig genoeg heeft de Commissie Hoger Onderwijs deze aanvragen afgewezen. Vandaar ook, meneer de minister, mijn simpele vraag. Ze hebben beroep bij u ingediend, bij u, de minister, dus bij de Vlaamse regering, dus bij u ook. En daarom ook mijn simpele vraag, meneer de minister. Hoe zal u reageren op dit beroep? Gaat u onze hogescholen geven waar ze recht op hebben? Dank u. Dank u wel, meneer de minister. Zoals u waarschijnlijk ook weet, is er een moratorium voor het instellen van de opleidingen, dus professionele bachelors, omdat het onderwijslandschap juist inderdaad competitief is. Maar tijdens dat moratorium zijn meer dan 10 opleidingen toch goed gekeurd, daaronder meer dan de helft voor de provincie West-Vlaanderen. Nu, begrijp me niet verkeerd, het is niet dat ik het mijn West-Vlaamse collega's niet gun, maar ik vraag me af waarom het niet mag en niet kan voor mijn provincie. Ik kan een concreet voorbeeld geven. De opleiding, de professionele bachelor toegepaste psychologie, die volgens de VDAB een grote kans op werk geeft, wordt in West-Vlaanderen maar liefst 2 keer ingericht, in Kortrijk en in Brugge, en de stad Antwerpen ook 2 keer, terwijl dan Limburg deze opleiding helemaal niet mag organiseren. Ik begrijp dit niet, meneer de minister. U moet mij toch uitleggen hoe het kan dat er zo'n ongelijke verdeling is in Vlaanderen en vooral dat Limburg systematisch gediscrimineerd wordt. Dank u wel, meneer de minister. Zoals ik juist ook al aangaf in mijn inleiding, dit is niet de eerste keer. Iedere keer als het hoger onderwijs in Limburg wil versterkt worden, gaat deze Vlaamse regering op de rem staan. En dat is onbegrijpelijk, want we hebben 3 Limburgse ministers. En blijkbaar kunnen die Limburgse ministers niet wat ministers uit andere provincies wel kunnen. Namelijk Limburg geven waar het recht op heeft. Meer opleidingen aan onze universiteit, meer opleidingen aan onze hogescholen. Om zo onze jongeren, onze Limburgse jongeren, gelijke kansen te bieden. En ook onze jongeren de motor te maken van onze Limburgse economie. En daarom roep ik ook op de Limburgse ministers, Beke, Demir en Peters, om op te komen voor Limburg om hetzelfde zeel te trekken. En ik roep ook mijn Limburgse collega-parlementsleden uit de meerderheid op om voor Limburg op te komen, om te laten zien dat we op dit vlak 1 zijn en allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk de toekomst van onze kinderen en de stiefmoederlijke behandeling van Limburg voor altijd verleden tijd is. Dank u wel.